Oké, dus de laatste dagen ben ik één keer getagd om een video te doen over YouTubers die ik kijk. En kreeg het geweldige idee om een video te maken over de 50 facts about me. Omdat ik elke Q&A heb verpest door het onserieus te nemen, te fucken. En elke keer als ik iets wil vertellen over mezelf, er gewoon random dingen doorgooien waardoor jullie eigenlijk nog altijd niet weten wie ik ben. Dus ik vond het een geweldig idee om vandaag de 50 facts about me te uploaden. Morgen nog eens een game video en dan de dag erna de YouTubers die ik kijk tag. Dus laten we maar direct aan beginnen, want 50 facts, 50 dingen over mij, dat doe je niet af in een halve seconde. Dus ik zou zeggen, let's go. Ik ben 1,78 meter en je zou nu denken, wow, shit, dat is veel. Ja, valt mee. In mijn stad is dat best klein voor mijn leeftijd. Ik woon aan de kust en ik ga niet graag naar het strand. Ik ben het gewoon beu. Als ik een liedje leuk vind, maar echt leuk, echt een liedje waar ik super graag naar luister, dan ga ik het blijven en blijven opnieuw beluisteren tot ik het liedje haat. Dus dan steek ik het aan en klik ik op herhaal. En dan ga ik bijvoorbeeld met de trein naar Antwerpen. En heb ik één liedje over en over geluisterd op die treinrit. En als ik het nog altijd leuk vind, vind ik graag een goed liedje. Maar meestal na 4 uur het liedje luisteren, ben ik het beu. En ja, dan verwijder ik het van mijn telefoon. Ik draag een pet, omdat ik 1. Geen zin heb om elke ochtend mijn haar te doen. 2. Als mijn haar niet goed is of als het is mislukt, doe ik een pet aan. En 3. Gewoon omdat ik vind dat het leuk zit en dan heb je geen haar op je hoofd en shit. Dus daarom draag ik een pet. Ik heb eergisteren mijn stapelbed afgebroken en ik ga een 3-persoons matras groot ding bed kopen. Die ik dan gewoon fucking nice ga gebruiken. Dus de achtergrond is nu een beetje leeg. Komt helemaal goed. Heel de muur wordt volgeplakt met posters en shit daar opnieuw geschilderd. Dus wordt helemaal nice. Ik zit er zelf aan te denken om 1 muur zo groen te verven en dan 2 softboxen erbij te zetten, waardoor ik eigenlijk een groot greenscreen muur heb. Misschien is dat een goed idee. Om geld te verdienen werk ik in het café van mijn ouders en dan help ik daar zo, weet ik veel te lang. En dan kom ik thuis en het geld, dan denk ik, oké, ik ga het sparen. Het probleem is, ik kan geen geld sparen. Dus dan doe ik het geld op aan dingen, aan paysafe cards, aan doe mijn dingen. En dan beklag ik me altijd. Maar ja, ik kan de tijd moeilijk terugdraaien en ja, bla bla. Ik kijk super graag film. En als ik echt een film echt super nice vind, dan ga ik een volledige week me gedragen als de hoofdpersonage uit die film. Bijvoorbeeld na Harry Potter weet ik veel. Elke keer deed ik dan alsof dat ik mag jat en shit. En na X-Men films hoopte ik dat ik op de ochtend echt wakker ging worden als een mutant. Ik ga liever op skivakantie dan naar de zon. Ik erger me aan het geluid van een mes die snijdt op een bord. Dan krijg ik ze helemaal rillingen. Bijvoorbeeld als je een mes neemt en je gaat daar alleen eraan denken is al fucked up. Ik ben de jaloerste rotzak die er is. Soms haat ik mezelf omdat ik jaloers ben. Ik kan er niet tegen als mensen beter zijn dan mij en iets. Ik eet superveel. Ik eet altijd. Eten is love. Ik kan zoveel eten als ik wil en ik ga niet verdikken. Dus het is super mooi. Meestal hebben alle kinderen als ze klein zijn zo'n typische droom om te worden. Bijvoorbeeld brandweerman, politie, shit. Ik wou motocrosser worden. Maar mijn ouders zeiden altijd dat dat super gevaarlijk was en shit. Dus ja, ik wou motocrosser worden. Ik heb ooit een keer een statief kapot gegooid toen ik wist, toen ik erachter kwam dat Olex, Minecraft had opgenomen met Enzo Knol. Dat is dus weer iets dat terugkomt op die jaloezie, maar daardoor was ik dus gewoon fucking kwaad. Op de 3e middelbaar heb ik nooit een fuck gedaan voor school. En in het 4e middelbaar moest je iets doen voor het school. En deze examens zijn, ja, was dat eigenlijk de grootste fout die ik heb gemaakt. Dat is dus de reden waarom mijn punten zo slecht. Als ik veel tijd heb om video's te maken, ga ik minder video's maken dan dat ik weinig tijd heb om video's te maken. Dus in de vakantie maak ik minder video's dan in een drukke examenweek. Ik kom nooit op tijd, nooit. Ik kan niet als ik met iemand afspreek op tijd komen. Dan zeggen ze, ja, kom om 3:30 naar daar, dan sta ik daar om 5:30. In de avond zet ik altijd een wekker super vroeg en zeg ik tegen mezelf dat ik ga opstaan, maar als de ochtend er dan echt is, dan gooi ik mijn telefoon weg of zo en slaap ik gewoon ver. Ik kan niet opstaan voor school. Ik blijf altijd liggen tot 8:00, 7:00 na 8:00. En dan douche ik super snel en ben ik meestal te laat op school. Meestal als ik inspiratie nodig heb voor video's, zet ik gewoon mijn camera aan en begin ik te zeveren en dan kom ik zo wel op onderwerp. Soms denk ik dat ik dik veel spieren heb, maar dan ineens heb ik door dat ik gewoon zo mager ben dat je mijn spieren kan zien. Als ik graag een merk van schoenen draag, dan koop ik altijd hetzelfde merk, maar meestal dan dezelfde schoenen in een ander kleurtje. Ik kan heel moeilijk afstand nemen van iets. Dan bedoel ik, als ik nu zou verhuizen, zou ik een maand depressief zijn. Ik heb fucking veel notas in mijn agenda en dan is
is dat niet van leerkrachten omdat ik ruzie maak met hun, maar meestal gewoon omdat ik te laat kom en omdat ik tegenspreek. Als ik een goed idee heb voor een video, maar echt een goed idee, en ik werk het uit, is het meestal slechter dan dat ik dacht dat het ging zijn. En als ik een idee heb waarvan ik denk, ik weet niet of dat wel goed gaat zijn, neem ik de video op en is het de video die de meeste views haalt. Bijvoorbeeld de Dub Smash video. Ik skate heel veel vroeger, maar nu door YouTube is dat een beetje verwaarloosd geraakt. En ik kan nog altijd kickflippen en varieel en zo, maar ik had het wel niet meer zo smooth als vroeger en data. Ik was super verslaafd aan Pokémon. Ik speelde de spelletjes op de Nintendo, ik verzamelde Pokémon kaarten, ik keek naar de serie, ik heb alles gedaan. En ik zweer het, ik heb mijn Pokémon kaarten hier nog liggen. Een volledig mapje vol met EX'en en X'en. Dit is echt mijn jeugd. En ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar dit zijn dus allemaal X'en. Allemaal, elke pagina zit vol met X'en die ik heb verzameld in mijn kindertijd. Ik weet niet hoeveel geld dit waard is, maar ik denk wel ja, dat het fucking veel geld waard is, want het zijn echt allemaal... Elke pagina zit gewoon vol met X'en. Ik ben super rommelig, maar echt super rommelig. En ik verlies alles. Alles in mijn kamer, ja, ligt gewoon overal en ik verlies alles en dan ben ik kwaad omdat ik iets niet terugvind. Vooral sleutels. Ik stel alles uit tot het laatste moment. Meestal als een video online komt, heb ik hem een seconde voordat hij op YouTube staat nog geëdit. Als ik een spel leuk vind op internet, hang ik er fucking veel geld aan. Een van de leukste games die ik ooit heb gespeeld op de computer was Qbang. En als dit spel nu nog zou bestaan, zou ik het waarschijnlijk nog altijd aan het spelen zijn. Maar het is failliet gegaan door iets random, dus ja, zo... Daardoor was ik ook fucking depressief. Omdat dat spel failliet was gegaan. Was ik echt kwaad. In de avond ben ik nooit moe, maar als ik wakker word in de ochtend ben ik altijd gewoon ja kapot. Ik luister alle genres muziek, van jump up tot pop, tot jazz, tot glitch hop, tot jump up, ja heb ik al gezegd, tot drum en bass, tot... Ik luister een beetje alles. Als ik tijd krijg op school om huiswerk te maken, bijvoorbeeld in de studio of als er een leerkracht afwezig is, dan vul ik mijn tijd met alles behalve huiswerk maken. Bijvoorbeeld, op onze agenda stonden er allemaal witte lijntjes. En ik kreeg het geweldige idee om die lijntjes zwart te kleuren. Dus zo is mijn agenda geëindigd, volledig in het zwart. Bij iedereen is die wit, maar ja, bij mij is die ja zwart. Ik kijk op puisten uit duwen. Dat klinkt misschien woes en vuil, maar ik duw wel super graag puisten uit. Het enige probleem is dat ik nooit puisten heb. Ik ben super slecht in sms'en. Als iemand een bericht stuurt naar mij, antwoord ik de eerste 3 keer meteen. Vanaf daarna begin ik met iets anders en dan, ja, dan duurt het toch wel een half uur voor je antwoord van mij krijgt. Ik snap nog maar 1 maand hoe Twitter werkt en wat je erop kan doen. Als ik met Nederlanders praat, verandert mijn accent spontaan naar een West-Vlaams-Hollands accent en dat klinkt echt fucked up. Mijn ouders snappen niet wat ik doe op internet. Soms koop ik spellen in de winkel en speel ik er nooit op. Ik weet zelf ook niet hoe dat kan, maar ja, ik weet het zelf ook. Meestal als ik een nieuwe trui heb, doe ik deze trui zoveel mogelijk aan omdat ik hem gewoon leuk zitten vind en gewoon echt graag aan. De trui die ik ervoor dan het liefst aan had, verwaarloos ik dan en vind ik niet meer mooi. Snap niet waarom ik die zoveel aan had. Dit is nu mijn favoriete trui, de Huff Illuminati trui. Als ik ga vloggen in Antwerpen, dan is er sowieso al 5 uur verloren aan de treinreis. Ik heb superveel dingen laten vallen voor YouTube en niet dat ik daar echt trots op ben. Maar ik ga er wel nog een keer een video over maken hoe dat het komt dat YouTube niet altijd super positief is. En dat als mensen sturen naar mij, ik zou super graag jouw leven hebben, dat ik daarop antwoord, nee dat wil je echt niet. Ik zou heel graag verhuizen naar een plek waar niemand me kent en daar gewoon video's maken. Mijn game naam voor Acid was meestal Coole Nat. Dat is dus gewoon de helft van Nathan met Coole ervoor. En ik vond dat wel cool klonk, dus ik gebruikte het voor alles. Ik dacht dat 50 facts over mezelf moeilijk was, maar ik kan er nu nog makkelijk 50 op noemen, maar dat ga ik niet doen. Ik hoop dat jullie het leuke video vonden. Ik vond het leuk om te doen. Drop zeker een like. Deel deze video met je vrienden die meer willen weten over mij. Ik ben Acid. Ik zeg bedankt om te kijken naar deze 50 facts. Video. Ik zeg adios.